Welkom bij een nieuwe wiskundevideo. Vandaag kijken we naar gemiddelde. En voor mijn leerlingen is dit een toevoeging voor het boek Getallenruimte 2 VMBO basiskader, hoofdstuk 4, paragraaf 4, die jullie kunnen vinden op bladzijde 164. Gemiddelde is niet heel erg moeilijk om te berekenen, je hoeft eigenlijk maar drie dingen te doen. Het allereerste is dat je alle getallen bij elkaar optelt. Daarna deel je door het aantal getallen dat je bij elkaar op hebt geteld. En als laatste schrijf je antwoord op. Laten we eens naar een som kijken. De som is, Sanne heeft drie cijfers gehaald voor wiskunde. Een 5,4, een 6,7 en een 6,2. En wij willen het gemiddelde berekenen. Als allereerste tellen we alle getallen bij elkaar op. 5,4 plus 6,7 plus 6,2 is samen 18,3. Dan delen we door het aantal getallen dat we bij elkaar op hebben geteld. Ik heb drie getallen bij elkaar opgeteld, dus ik deel 18,3 door 3. En daar komt uit 6,1. En als laatste schrijf ik mijn antwoord op en het gemiddelde cijfer is een 6,1. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze wiskundevideo en ik wens je heel veel succes met de opdrachten. Mocht je nog meer video's willen zien van dit hoofdstuk, kun je op de afspeellijst drukken. Of misschien wil je gewoon een nieuwe wiskundevideo bekijken. Mocht je nou geen leerling van me zijn, maar heb je nog wel vragen, kun je een opmerking achterlaten. En dan probeer ik hem zo snel mogelijk te beantwoorden. Ik wens je een hele fijne dag.